Felix geeft dan het balletje goed, Solanki. En daar is de kans op 1-0. De redding is goed. Is Baker die met rechts en links even goed uit de voeten kan. En Van der Hart is verrast. Van der Hart is verrast en die moet dat toch weten. Dat is lang onderweg en kan worden binnengekikt. Nou, op een hele fraaie manier ook trouwens. Ja, het mooie treffer van Thomas Lam. Rasica, wat is hij snel, wat is hij gevaarlijk. Is dat Hens? Ja, dat is een penalty. Ja, dat kan niet anders. Het is zo zuiver ingeschoten door Solanki dat Vitesse wederom op voorsprong komt. En dan hebben we net 20 minuten gespeeld. Best gedaan, Becker. Dat is niet best gedaan. Dix kan profiteren, Van der Hart kan redden en heeft dan de pech dat de rebound wel besteed is aan Kazashvili en Vitesse staat op 3-1. Dat is een goed balletje. Oei, en nou, Van Polen, verre hoek. Zo, buitenkant paal. Kazashvili zou weer kunnen uithalen. Laat het aan misschien Olinik uiteindelijk. En die wordt van de sokken gelopen door Boei. En weer een strafschop voor Vitesse. Olinik blijft heel rustig. Vitesse op 1-4. Achter weer de ruiter. En dit keer kent hij geen genade. Rasica, 1-5.